What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping into the next one on our Dutch Golden Age journey. Episode 13, Invading Britain, the beginning of the end? Question mark. England with English subtitles coming at us from Mikhail, who is keeping us on our history journey. We're learning a hell of a lot. Let's jump in. This is going to be part one. We are going to split it up, so we're going to stop around the 20-minute mark. But let's see where we're going in this episode. If you guys enjoy it, go show Doko some love over on their channel. It will be down inside the description along with the original video link. Let's roll. Aan alle goeds komt een eind. Zelfs aan een gouden eeuw. Het is toch jammer. Ik denk dat dat een beetje misplaatste weemoed is. 1672. Crisis. Een invasie. Het land bijna bankroet. Een ongehoorde lynchpartij. De lichamen worden dan opengesneden. Ze worden leeggehaald, ze worden geslacht. Organen worden verkocht, geveild, gegeten. Maar er is ook een held. And he himself is supposed to have been dressed in full silver armor from head to foot. So he was making a really dramatic entrance. Super dramatic, dressed head to foot. Een Oranje wordt zelfs koning van Engeland en neemt Nederlands glorie mee over het kanaal. Voor gewone criminelen. Daar kan het niet geweest zijn. Hier moet het dus geweest zijn. Augustus 1672, hier zat hij een gevangen. Op een valse verdenking. Hij ontkent dan ook. Zelfs na marteling. En dan komt op een ochtend zijn broer hier langs. Hij ligt. We learned about the DeWitt brothers. We most certainly learned about that. Not that, just a couple days ago, actually. When we learned about the painting of them. Very, very... kind of a sick and twisted part of history, but all history is important. It's the only way we can ensure that we don't make the same ungodly, unhuman mistakes. Like hier, inhuman. In bed. Hij kan door de marteling niet meer lopen. En aan het eind van het bezoek kunnen ze de deur niet uit. Want daar buiten staat een joelende meute. Dan wachten ze hier. Dat moet uren hebben geduurd. De hele middag, in de hoop dat ze ontzet worden. Maar als die deur uiteindelijk open gaat, is het die joelende meute. Mensen zijn dronken, geschreeuw, gevecht. Eén broer krijgt een klap op zijn achterhoofd dat het bloed eruit gutst. De ander wordt meegesleurd, die trap af. De een erachteraan, al die trappen af. Moet je voorstellen, twee van de belangrijkste bestuurders van de Republiek. Eén van de twee is al 20 jaar, je mag wel zeggen, een soort premier. Ten prooi aan volkswoede. Dames en heren, we staan nu buiten. Hè? U ziet hier de gevangen poort. De broers zijn zo net naar buiten gesleept. Ze zijn door deze deur gekomen. Hier is het slaan, het schoppen, het steken doorgegaan. En we gaan het nu even beleven, want we gaan die laatste tocht van die broeders, gebroeders De Wit, gaan we meemaken. We gaan door de poort naar de plek waar uiteindelijk het einde was. Komt u maar mee. That's a very intense tour right there. Cornelis is waarschijnlijk om het leven gekomen door veel stoten met kolven van geweren. En Johan heeft uiteindelijk
het nekschot gekregen. Hier voor het standbeeld van Johan de Witt in zijn hoedanigheid als raadpensionaris staan we ook hier op het punt. Dat moet ongeveer op deze plek geweest zijn waar uiteindelijk de lichamen zijn beland. Dan worden de lijken naar het schavot gesleept. En u moet zich voorstellen dat schavot bevond zich hier precies op de kruising van de tram. Daar worden de lichamen ondersteboven naakt opgehangen aan de wipgalg. Johan iets hoger dan Cornelis. Ja, onderscheid moest dat toen zelfs in de dood zijn. De lichamen worden dan opengesneden. Ze worden leeggehaald, ze worden geslacht. Organen werden verkocht, werden geveild, werden gegeten. Weet u trouwens dat wij nog steeds in het Haagse Historisch Museum aan de overkant van de Hofvijver de tong van Johan hebben en een teen van Cornelis, maar dat blijkt waarschijnlijk een wijsvinger te zijn in een klein kistje. Die reliquie hebben we daar nog over. Nou, hier hebben ze hem. De vinger van Cornelis de Witt en de tong van Johan de Witt. Lekker kleur. Ja, ingedroogd. Cornelis en vooral Johan de Witt. De twee belangrijkste staatslieden van het land, vermoord door een dolle meute. Hoe kon dat gebeuren? Dat heeft alles te maken met de politieke situatie in het traumatische rampjaar 1672. Daar van de overkant, achter die bosjes, trok in 1672 een machtig leger van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV de Nederlanden binnen. We staan hier bij Lobith, oosten des lands. En hier in de Rijn was in die tijd een doorwaadbare plaats. Daar aan de overkant moet een lokale boer de Franse legers daarop gewezen hebben. Behalve de Fransen vielen in dat jaar ook nog eens de Engelsen aan. Plus twee Duitse bisdommen. Van alle kanten kwam ineens het gevaar. Alle buurlanden van de Republiek hadden besloten dat eigenwijze, dominante, steenrijke landje voor eens en voor altijd mores te leren. De Fransen trokken naar het westen. En dat ging angstwekkend snel, echt in een zucht. Op naar het hart van de Republiek. Amsterdam. Holland. Daar dreigde de totale ineenstorting van Nederland. Veel kooplieden vluchten naar Zeeland. De kerken stromen vol. Het land lijkt reddeloos. De regenten zijn radeloos. En het volk gedraagt zich redeloos. Overal gonst het van geruchten en de verdachtmakingen verspreiden zich als een olievlek over het land. What is the horse pulling? What is this thing? Dit is het voertuig van de roddel, begrijp ik. De trekschuit. Dat klopt, het is het voertuig van de roddel. What kind of boat is this? I've never seen a boat pulled by... In de 17e zaten mensen op deze trekschuiten om van plaats naar plaats te gaan. En als je ergens samen in een ruimte zit, dan ga je praten. En dat is precies wat hier gebeurde. Mensen hadden het vaak over politiek. En naast dat er flink gedebatteerd werd op zo'n trekschuit, was het ook nog eens een vervoermiddel voor pamfletten. Mensen gingen er dus al vanuit van, oh, de trekschuit komt, er zal wel nieuws zijn. En dat was ook zo. That's the coolest kind of boat I've ever heard of. A tugboat. De Loevesteinse Tom, wat is dat? Nou, de Loevesteiners, dat was een bijnaam voor Johan de Witt en zijn groep. En die ton, die moet aan duigen? Ja, die moet kapot. Dus dit is een voorbeeld van een pamflet waarin werd betoogd dat het goed zou zijn als Johan de Witt zou verdwijnen. In pamfletten beweerden mensen, eigenlijk kan dat niet alleen aan de kracht van het Franse leger liggen, dat allemaal zo snel gaat. Er moet meer aan de hand zijn. Het was zo buitensporig dat al die steden die gingen zonder slag of stoot gingen die over. En het duurde niet lang voordat pamfletisten beweerden... Nou, eigenlijk hebben onze regenten die zullen daar iets mee te maken hebben. Ze hebben geld uit Frankrijk gekregen en daarmee hebben ze ons land gewoon verkocht. Corruptie.
In augustus lezen we bijvoorbeeld... met zijn dood raken wij uit den nood. Dit soort zinnen komen steeds vaker oproepen terug. Om hem uit de weg te ruimen. Het is een oproep om hem uit de weg te ruimen. Daar zijn er een handvol van voorafgaand aan de moord. Dan is het oude bewind uit de weg geruimd met die moord. Ja. Wat voor regering zou er voor in de plaats moeten komen? Nou, er is altijd gedacht, er moet een oranje regering aan de macht komen. En dat is, voor een deel is dat zo. Wat voor rol zou Oranje daar moeten spelen, Willem? Hij is de onafhankelijke macht. Als ze er niet uitkomen, gaan ze naar Oranje. Dan mag hij beslissen. En die rol neemt hij graag op zich. Willem III, de achterkleinzoon van Willem van Oranje, geboren in 1650. Hij groeit op in een tijd waarin de gewesten beslist geen Oranje stadhouder meer willen. Johan de Witt zorgt er persoonlijk voor dat de jonge prins nooit een hoge functie in de staat zal krijgen. Maar in nood, zo gaat het in de hele 17e eeuw, roept het volk om een sterke man. En dat is altijd een Oranje. Als in 1672 alles misgaat, krijgt Willem als door God gezonden toch de leiding in de strijd tegen de Fransen. Zijn bestemming, het vaderland redden. Hij zet de Hollandse waterlinie in om het restant van de republiek te verdedigen. Hij maakt de Duitse keizer en voormalige aartsvijand Spanje tot bondgenoten. Als de Franse troepen uiteindelijk zijn verdreven, is Willem de held van de natie. Willem heeft dit gekocht, Paleis het Loo. Ja. Wat voor rol zag die man voor zichzelf? Nadat hij in de hele Nederlandse Republiek is gehuldigd als de redder des vaderlands, ziet hij voor zichzelf eigenlijk een hele unieke rol weggelegd. Omdat de grote bedreiger van de Nederlandse Republiek in het rampjaar, Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. You will have to forgive me for not pausing as much during these. It's just that I don't have anything to add. I'm here learning just as much as you are. I'm intrigued. It's seriously so mind-blowing to me that we're able to kind of reconstruct all the way down to a gnat's ass detail a lot of things that happened in the past and where people's mindsets were and how this played out here and this played out here. And we're talking about way before we were born. There's people out there that just know that history inside and out. They're able to kind of piece people's lives back together. It's very cool. One day people will be doing this about us. Onze Republiek. In het rampjaar, Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, gewoon maar door blijft gaan met het bedreigen van de buurlanden van Frankrijk. En alleen Willem die zegt, jongens, Lodewijk XIV zal nooit stoppen met dit gedoe. We moeten met vereende krachten deze man terugjagen naar zijn hol in Versailles. We moeten hem vernederen. Dus Willem is nog maar net de baas in de Republiek. En dan zet hij een volgende stap op het Europese toneel. Ja, wat Willem deed, was dus ook dat schaakspel. Dat bord, dat werd ineens het formaat van Europa. Dit is toch wel Versailles? Dit is Maduro-Dam-versie van de grote tuin van de Zonnekoning. Lodewijk had, zeg maar, in de tijd dat dit werd gebouwd, in de jaren 90 van de 17e eeuw, had Lodewijk al zo'n slordige 3000 fonteinen in Versailles. Nou, en het Loo komt niet boven de 50 uit. Maar deze fontein, deze zogeheten koningsspuiter, komt wel hoger dan de hoogste fontein in Versailles. Dus dat had hij dan weer wel. Niet zoveel. Maar wel die ene op zijn eigen manier, ja, toch op zijn eigen manier beter. Toch verder plassen. Ja, Willem is altijd een heel erg goede rivaal geweest. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, was Willem III een soort klimop. Kon heel hoog komen, maar je hebt wel een muur nodig waar je tegenop komt. Dat was de kracht van Willem. Hij kon ze echt vastbijten en had heel veel kwaliteit. Maar hij had wel, zeg maar, die muur nodig. He needed something to stop him from climbing so high. Wow.
Ja. Ja, dit is het heilige der heiligen. Slaapkamer van Willem. En tegelijkertijd ook ja, het zenuwcentrum van zijn internationale politiek. En je zou denken, op een bed, ja, daar slaap je en dan sta je op en je was je bij de wastafel en dan zo. En pas als je beneden bent, dan begint het. Maar in die 17e eeuw begon het dus al op bed. Willem hield van het scharrelen in de stilte. En hij heeft er jaren over gedaan om een netwerk op te bouwen van geheime contacten, van informanten. Die kwamen ook rond een bed als dit staan. Ja, zeker. Zeker. En je kunt je voorstellen dat ze dan hier zo met z'n allen zaten. En, nou ja, en dan de nieuwste informatie probeerden te beoordelen. Londen. Hier komen die informanten vandaan met een directe lijn naar Willems slaapkamer. Het spoor leidt naar het Engelse parlement, dat een enorme afkeer heeft van de absolutistische neiging van de koning, James II. Het vertrouwen tussen de katholieke James en de voornamelijk protestantse volksvertegenwoordigers is tot het nulpunt gedaald. Als James vervolgens opzichtig flirt met Lodewijk XIV van Frankrijk, steun zoekt, dan is dat vragen om moeilijkheden. William from the Netherlands feared James's plans. Now I understand here in London there were people too fearing James's plans. Yes, there's a great deal of opposition in England as well to James's religious and political policies. And in fact, the street we're walking down right now, Duke Street, which was actually named after James, Duke of York, so James II, as he later became, this is the place where some of James's leading opponents, seven English noblemen, actually drafted an invitation to William of Orange to come over and intervene in English political affairs. So round about where we're standing here is where the Earl of Shrewsbury's house was, and this is where they drafted that invitation to William to come and intervene and help them resist James. Wow. Intervening would mean what? They meant military intervention. They meant for him to bring over a military force. So that's English nobility? Yep. Asking a foreign prince to invade the country? Essentially, yes. That sounds about as treasonous as it gets in some people's minds. Like, you could end up dead real fast for something like that. Even still today. An invasion of England, that must have been a huge risk for William. It was a huge risk. It was a huge undertaking. What was in it for him? Well, for William, the main thing is that he hopes that this invasion is going to bring England into an alliance, military alliance, with the Netherlands against France, rather than England going into a military alliance with France, which is where James II's foreign policy was mainly taking him towards. It strengthens the Dutch Republic. So it strengthens the Dutch Republic. And actually there he is, this rather fine William statue that we've got of him, in between Duke of York Street and Duke Street, where the conspirators were. The other thing that he's hoping for is to recover this inheritance, this English inheritance. His wife, Mary, was James's daughter. Before the birth of James's son, the Prince of Wales, she would have inherited the English throne. So he's hoping that the invasion as well is going to recover this English inheritance for him and for his wife as well. Dangerous waters. In total, William's fleet was around 400 ships, between 25,000-30,000 men, which is an incredible number. They left in what we would say in England, inclement weather, straight into stormy weather. And in fact, the winds were against them. And because, of course, religion was so important to people in those days, and you wanted God to be on your side, it was said that the wind, first of all, was a Catholic wind. So the fleet returned to Holland, and then the wind direction changes, and it became known as a Protestant wind, because now it was to help the fleet and William. That's very interesting. It would have been crazy to have landed in Kent.
probably William's army would have been demolished. And so they would sail down here to the West Country, because here you are a long way away from London. You are away from the power and the influence of the king and his army. Having come through the Straits of Dover, the fleet turns towards Torbay, and the view that we now have of Bury Head and Torbay beyond is the view that William and his fleet would have had that 5th of November, 1688. Can imagine the boats coming in, the soldiers then to land at the spot right ahead of us. Okay. The big moment. William sets his first foot. I say, yes. On English soil. Don't trip. Okay, we're William now. Okay. What do you say at a moment like this? Am I welcome? That's what he said. That is what he said. Am I welcome? And then he will say, I'm bringing the Protestant faith back to your country. Wow. Am I welcome? Okay, let's go. Among the locals. Among the locals. The dogs are barking. Here is this new visitor who has arrived in our country. On this stone and near this spot, William, Prince of Orange, first set foot on his landing in England, 5th November, 1688. On this very stone. On that stone, a notable moment in British history. You can almost feel his feet on there. I have a picture where you get an idea of what it must have been like to see a fleet like this. Yes. Closing you in. Yes. How did people here feel about that? It would be terrifying to look up and see that many boats headed your way. Like, legitimately, I don't care. And you're talking to us, you know, at this point, hey, we're a small country. That's a lot of boats. That's a huge presence, an overwhelming presence now in our country. Right there is where we're going to cut it off because I already went a minute over. But it's very intriguing, very interesting to me. I can't wait until we get into part two tomorrow. If you guys are enjoying it, go show Doko some love on their channel. Hit that like button if you liked it, the dislike button if you disliked it. Check out one of these other videos up there. Subscribe right here if you want to see more content, possibly your content. Till the next one, how they could possibly. You guys be happy, healthy, safe, love it to the moon and back, peace.